Hey, kijkers van Elkelei Gaming. Hier is een gameplay van Hitman Blood Money. De eerste level. Het speelt zich af in de jungle. Je hebt twee targets dit keer. Je moet zo'n oude vent vermoorden en die zoon daarvan. Dus dat moet je natuurlijk als de Hitman zo stil mogelijk doen. En ja, je mag zomaar niet gezien worden. Wat ook een hele belangrijke rol is. Nou, dit is in samenwerking met Jos de Riel. Dat is een vriend van ons. Die maakt gameplays van sommige games. En dan commenteren wij die. Wat je hier nu ziet is een feest. Nou, eigenlijk een soort rondleiding of zo door een oude wijnkelder of zo. Ik weet niet precies. En gast zit beneden. Hij kilt hem zo meteen met een pistooltje, een silencer. Kijk, dat rode, dat is hij. Dat is de target die je moet vermoorden. Nog een keer kijken. Hij besluit om er heen te gaan. En hij trekt zijn wapen. En hij heeft hem gezien en ja, hij is er geweest. Nou moeten ze zo snel mogelijk het lichaam proberen op te bergen. Of weg zien te komen. Een van de twee. Wat hij nu kiest is gewoon weg proberen te komen. Zoals je ziet. Kijk, hij is dood. Lopen. Dat balkje linksonder geeft aan of je bent gezien. Kijk, als die nu geel is, dan ben je enigszins veilig. Maar je kan nog wel worden ontdekt. En als die groen is, dan is er helemaal niks aan de hand. Maar als die, nu wordt je wel verdacht. Dan gaat hij een iets aantrekken. Zodat hij weer onopvallend is. Dan weten mensen niet. Denken ze dat het gewoon een medewerker is van iets. En zo kan je een beetje door die levels heen komen. Dus ja. Gaat naar boven. Nou is die in het huis. Waar die één gast zit. En die moet omleggen. Zoals je nu ziet. De target staat er niet. Nee. Kijk hem. Mag hij hem omleggen? Ja. Gaat hem killen. Of niet? Nee, hij killt hem niet. Ga naar de deur. Oh ja, deze legt hij wel om volgens mij. Kijk, trekt wapen en schiet door zijn kop. Ja, goed zo. Trek zijn shoot aan. En hier zit geen guard. Hier zitten wel guards. Daar links. Target is er nog steeds niet. Ik denk dat hij er wel zo meteen aan moet komen. Steeds niet. Kijk, dat is de kamer waar hij in hoort te zitten. Hij zit er niet in. Nee, dat zijn allemaal die niet. Maar moet je altijd lockpikken. Nou, kijk, dit is kijk, hij past een manier toe. Dat hij kiest er nu voor. Ja, om het een beetje opvallend te doen. En via de hoofdingangen te gaan en zo. Maar wat je ook kan doen. Is, ik heb dit spel ook heel vaak gespeeld. En wat ik dus deed. Is aan de linkerkant van dat huis. Zit een regenpijp. En die, als je daarop klimt. Dat leidt precies naar die kamer waar die target zit. En dan, als je dan door een ruimtje komt. Kan je hem echt heel makkelijk. Kan je hem in stilte kan je hem killen, zeg maar. Maar ja, nu. Ja, ik denk dat hij het niet weet. Kijk, hij besluit toch maar lock te pikken. Kijk, dit is de kamer waar die, waar die gast zit. Die moet omleggen. Gaat hij daar zitten en gaat hij op zijn instrument spelen.
En hij komt hier net aan, dus hij heeft echt geluk. Anders is hij echt een shark geweest. Kijk, hij schiet hem nu door zijn kop. Als het goed is. Kijk. Nou ja, wat je ook kon doen is... Ja, zeg maar, voor achter kan je hem burgen, hè. Dat kan ook. Maar hij kiest nu voor een andere manier. Kan ook natuurlijk. En besluit hij dus... Via de hoofddeur gewoon simpelweg weg te gaan. En doen alsof er niks is gebeurd. Wat hij nu moet doen is... Alleen simpel ontsnappen via een vliegtuig. Kijk, ze hebben niks door. Ze denken gewoon dat er niks aan de hand is. Valt ook eens niet op of zo. Zo'n gast zo rennend. Als er al één moord is gepleegd, valt deze niet op. Maar oké. Blijft tenslotte in het spel. Kijk. Gaat hij via een sluiproute. Maakt hij zich uit de voeten. Hij opent hier een geheime deur. Of ietsje verder. Hierzo dus. En ga naar rechts. En er staat een guard. En dan komen we weer bij het oude stuk terug. Ja, wat echt leuk aan deze game is dat je echt gewoon zo onopvallend mogelijk moet proberen te werk te gaan. Gewoon echt ervoor zorgen dat echt gewoon dat ze je niet doorhebben. Dat is echt knap als je dat kan bij dit spel. Is ook wel moeilijk hoor. Ik heb dit spel op de PS2 al vroeger echt al heel vaak gespeeld. En ja. Dus ik weet echt heel veel van deze game. Het is een van mijn favoriete games op de PlayStation 2 zelfs. Kijk, en daar staat hij hoor, het vliegtuig. Ja, doei, gaan we zwemmen. Kijk, daar staat hij. Die ontsnappingsvoertuig. Nou, het was hem alweer. Hitman Blood Money. De tweede missie. De eerste was de trainer. Dus dit was het dan weer. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat je zin hebt in de volgende commentary over Hitman. Nou, ik zie jullie later. Bedankt voor het kijken. Doei!